We weten dat, dat alles piept en kraakt rond de uitvoering. Dat hebben we ook bij de toeslagenaffaire uh, gezien. Dat was ook een uitvoeringsding. Wel totaal anders als, als uh, het stikstofverhaal. Maar elke keer gaat het mis op de, bij de uitvoering. Ja. En ik spreek ook veel mensen uh, vanuit de provincie. Um, of het nou um, over de woningen gaat, of het nou over stikstof uh, gaat, of het nou over de infrastructuur. En die zeggen, ja, het is allemaal leuk wat er in uh, politiek Den Haag wordt bedacht. Maar het, het werkt gewoon niet zodra het in de provincieland... Uh, zodra het in de uh, gemeentesland... Hoe, hoe gaan jullie dat nou dan ja, oplossen? Dat, dat, dat begin, daar gaat deze verkiezing ook over. Ja. He, als daar inderdaad uh, de, de, de blokkeerbus van rechts... Ook... In die waar ik het net over ja, had, als je dus, in dat provinciehuis. Dus als de provincie gewoon wordt, je zegt: van het, het werkt niet, moet je daar niet gewoon naar luisteren en dan zeggen: ja, dan gaan nee, we. Nee, maar dat het wil niet zeggen dat het niet werkt. Het kan namelijk prima werken. Dit is in de uitvoering helemaal niet zo ingewikkeld. Je moet gewoon zorgen dat je weet wie zijn de mensen waarmee we in gesprek moeten gaan. In mm -hmm. eerste instantie, conform het rapport uh, Remkes. Dus wie zijn de grote piekbelasters? Met hen gaan we in gesprek? Gaan we, die, gaan we de kant van de kringlooplandbouw op? Gaan we de kant van. Van uitkoop uh, mm -hmm. uh, op, op he, met een goudgerande regeling. Dat, dat is op zich maar het niet zo eenvoudig. Dus het allemaal werkt heel niet, simpel. Het, het werkt, werkt niet, niet, ja. als je niet als je het niet wilt. He, dus als je kijkt, tientallen jaren lang is, vanuit bijvoorbeeld het CDA, is groot gebleven door maar te pappen en te nat houden. Mm -hmm. Nu is het CDA eindelijk zover. Hebben wij ze zover gekregen ja. dat we de problemen echt gaan oplossen? Ja. En dan komt de volgende partij die denkt: Oh, weet je wat, dan gaan wij wel eventjes pleiten voor. Je hebt het over BBB. Hè, dan heb ik het uit. over BBB en nog een aantal partijen die daar mm -hmm. uh, in troebel water vissen. Daar omheen. Uh, maar dat is het grootste risico. Daar gaan deze verkiezingen over. En, dat, en dan zou je zeggen, ja, als burger van Brabant, wat, kan, uh, wat, wat, wat heb ik daar voor last van? Maar je hebt daar heel veel last van. Gisteren mm -hmm. heeft de provincie moeten besluiten om geen enkele vergunning meer af te ja. geven. Er kan helemaal niks meer. En dan meer. zegt uh, Nico Kofferman van de Partij voor de Dieren... die, die zegt, op het moment dat het BBB inderdaad zo groot wordt... Uh, dan gaat dat hele stikstofdossier gaat gewoon plat. Nou ja, kijk, er is ook nog uiteindelijk een Rijksoverheid. Hè. Dus, maar het beste is natuurlijk als de overheden met elkaar samenwerken. Ja. In plaats van tegen elkaar. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Want, want nou, je deed door... wel een handreiking naar BBB. Van nou, dat is wel toch een partij waar wij mee kunnen samenwerken. Terwijl jullie nou, natuurlijk ja, op... enorm uit elkaar liggen. Ja, maar kijk, als ik het over onderwijs met Caroline <laughs> was. Eh, met, eh, met haar over onderwijs heb. Dan hebben we een geweldig gesprek. Kunnen we prima over onderwijs. Ja, op maar, maar dit is nu natuurlijk zo. Hoe gaan jullie elkaar hier vinden een dan? Verschil. Of ja, gewoon niet? Laten we, we eerst even eerst is de kiezer nog even aanzetten. Ja. Dit gaat erover hoe ziet ja. het er dan straks uit. Het is geen, uh, geen natuurwet, zou ik gaan zeggen. Dat BBB straks groot wordt in die provincies, dat hebben we nog met z'n allen in de hand. Waar ik op wil wijzen is wat er gebeurt. Wat het risico is voor jonge mensen die een woning willen. Voor mensen die hun kind gezond willen laten opgroeien. Als je in de buurt van zo'n piekbelaster woont. Het is, e het is bewezen dat de gezondheid van kinderen daar minder is. En dat geldt overigens ook voor de industrie. Daar moeten we ook aan werken. Dus dat is waar deze verkiezingen over gaan. Mm -hmm. He, en dan kan je wel zeggen: Ja, we stemmen hier een beetje tegen Den Haag. Allemaal prima. Ik begrijp het ook nog wel. Maar weet wel dat uiteindelijk de politiek, de politieke werkelijkheid, die gaat zich gewoon. Maar wat doe je met al die mensen die zich dan toch niet. Eh, want daar begonnen we ook mee. Weet je, die tweestrijd uh, links tegen rechts. Nou, daar zitten jullie tegen af. Terwijl jullie ook die tweestrijd opzoeken. Uh, hoe, hoe krijg je die mensen nou mee? Want er zijn zoveel mensen die gewoon ontevreden zijn met hoe het, hoe het gaat. Ook hoe het in. Nou ja. Politiek Den Haag de afgelopen jaren is gegaan. Ze voelen zich niet vertegenwoordigd. Ja, door dit allemaal te vertellen. Dit, dit is de verkiezingscampagne, maar een verkiezingscampagne is niet iets van we gaan nu weer mooie praatjes verkopen. Nee, we hebben echt, de afgelopen jaren hebben we onze verantwoordelijkheid genomen. We hebben een regeerakkoord gesloten. We doen wat we beloven met alle weerstand die daarbij is. Dat is waarvoor, waarom ik hier zit. Mm -hmm. Om mensen te overtuigen van let op jouw toekomst, die van je. Van je kinderen, van jouw kleinkinderen, van mijn kleinkinderen mm -hmm. staat op het spel. Maar je moet boven, ook zorgen dat je die... voordeur. Niet ja, in, Den zeker, Den in Den Haag zal het allemaal wel loslopen met de stikstof. Mm -hmm. Dit gaat over mensen die juist op dat platteland wonen. Dit gaat over de toekomst van die boeren. Als dit allemaal geblokkeerd wordt, dan modderen we verder door. Maar het probleem wordt niet mm -hmm. minder dan dat. Natuur... Maar jullie praten natuurlijk ook met die boeren en, en merken dan zeker. ook dat het, dat het gewoon heel moeilijk is, toch? Die gesprekken. Nou, met heel veel boeren is dat gesprek heel goed te voeren. Mm -hmm. Zeker zol zolang er geen camera bij is. He, want dan komen ook anderen zich ermee bemoeien. Boeren worden ook he, een maar beetje. Nou ja, dat afschuwelijke door... beeld met die fakkels uh, ja, dat, richting kaas. Dat is verschrikkelijk, maar dat is, maar dat is uh, gewoon de kaaghaat die bij een aantal mensen heeft postgevat. Dat is gewoon niet normaal. Dat heeft ook te maken, denk ik, met dat ze een vrouw is... dat ze een sterke vrouw is, dat ze ergens voor staat. Er zijn gewoon mensen die worden daar heel erg zenuwachtig van... of ze worden er kwaad van. Het zal allemaal wel. He, daar, moet, daar moeten we ook heel erg streng tegen zijn. Veel strenger dan mm -hmm. we nu zijn, wat mij betreft. Maar zij wil wel het gesprek aan. Ze is daar wel om in gesprek te gaan. En ja, wat, dat zag je haar ook doen en, op dat moment. Maar it takes two, to tango. <laughs> ja. Ja, dus, en, dan, dus. en dan toch weer terug uh, uh, naar jouw ervaring met Leiden en wat je dan zegt, dat wil ik gaan inbrengen. De, deze enorme spanning. Hoe, hoe, gaan we die, hoe gaan we die allemaal ja, nou de nou, nou Ja, eruit dat krijgen? heeft er dus ook mee te maken hoe wij in, ons in Den Haag. Gedragen. Er zijn gewoon in, de, in Den Haag, in de Tweede Kamer, zijn er mensen die bijvoorbeeld het etiket heks op Sigrid Kaag plakken, die dat gewoon daar zeggen. Ja, dan denken mensen in het land, oh, joh, dat zal dan wel prima zijn, dat zal wel kunnen. En dan heb ik het nog niet over alle andere bedrijven... Mm -hmm. Die, die er zijn. En dan zeg je, we ja, moeten dan, er strenger nou, op treden. Natuurlijk moeten we daar verder. En, wa, en wat, wat stel je dan voor? Nou, je moet het, we moeten het gewoon niet tolereren. Hè. Mm -hmm. dat, ik, dat doe ik ook niet zodra mm -hmm. ik daar enige gelegenheid voor heb. Maar je moet vooral. Je moet vooral een coalitie sluiten met alle partijen die willen dat dit ja. eindigt. En dat maar wil het, ik tolereren is het niet tolereren is natuurlijk heel erg lastig. Want uh, dan het weglopen uit de Kamer, daar waren mensen dan weer heel uh, boos over. Hè, van dat doe je nooit, het Dus uh, het is bijna een soort. hoe los je dit op? Het is, het, het is wat je ook doet, het, het pakt er eigenlijk verkeerd uit. Nou ja, ik, ik ben daar hoopvol over. Uh, ik denk dat uiteindelijk. Uh, maar het. het Kijk, het kan pas echt gaan werken als mensen zien dat hun problemen opgelost gaan worden. Want het is ook een. Hè, dat is ook een van de redenen dat. Hè, we hebben tal van problemen die maar niet echt goed opgelost worden. En niet omdat het niet, niet de wilder is om ze op te lossen, maar omdat er te veel hindermacht is. Er is, er is te veel tegenstand. Er zijn partijen die hebben geen belang om mee te werken aan echte oplossingen.